Ja, in maart maakten Christel, Karen en Josje bekend te stoppen met K3. En via een televisieprogramma gaan ze nu op zoek naar 3 nieuwe opvolgers. Inmiddels zijn er al 6.000 aanmeldingen tenminste binnengekomen. Wat maar weer aangeeft dat K3 nog steeds razend populair is. In 2000 maakt Nederland voor het eerst kennis met de kinderpop van K3... als de oorworm Heya Mama niet uit de koppies te rammen is. Groot en klein Oya Leleet en Kumba jeten lekker op los... en in no time zijn ze razend populair. Nou ja, vooral in Nederland en België natuurlijk. Maar de 3 Vlaamse DN'ers kunnen hun geluk niet op. En er is zeker... geen geruzie, geen gedonder. Maar toch besluit Kathleen in 2009 na 10 jaar haar roze jurkje aan de wilgen te hangen. Met pijn in het hart neem ik afscheid van K3. Tijd voor een nieuwe blondine. En die is snel gevonden in het programma K2 zoekt K3. Daar komt Josje als winnaar uit de bus. Josje. Josje en ook Studio 100 kunnen hun geluk niet op, want alles wat K3 aanraakt verandert in geld. Goud. 3 musicals, 8 films, hun eigen tv-programma's, dat doen de 3 biggetjes er allemaal nog even bij. Maar nu is het over met de pret. Want oma's aan de top, daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Vandaag willen wij jullie wel laten weten dat we hebben beslist om de K3-fakkel door te geven aan 3 andere meisjes. De wereld van duizenden lieve kindertjes plus die van de hissige vaders valt in duigen. K3 gaat door, maar voor Karen, Christel en Josje is het over en sluiten. Nou was het 18 maart dat jullie het bekend maakten. Persconferentie, openingen, NOS-journaal. Echt alle bladen, iedereen schreef over. Hadden jullie enig idee dat jullie zoveel heisen zouden veroorzaken? Ook bij de volwassenen, dat jullie zeiden van we gaan stoppen. Oh. Ja, we wisten natuurlijk wel dat het iets zou teweeg brengen. Maar dat het belangrijker werd dan de verkiezingen in Nederland. Dat hadden we nu ook niet verwacht. Nee. Maar ja, toch is het zo. Kennelijk hebben jullie wat gedaan in de afgelopen 17 jaar. Wat redelijk is opgevallen, om even zo te zeggen. Wat zou het zijn geweest waardoor jullie ook daar zo, Christel, naar boven zijn gekomen? Oh, ik weet het niet. Wat mij opvalt de laatste tijd is dat iedereen ons aanspreekt, heel lief is. En dat we precies toch echt wel in elke familie een plekje verdiend hebben of zo. Dat iedereen echt wel K3 kent, een liedje kent. Iedereen kent ook wel een kind dat ons leuk vindt. Dus ja, het is wel een beetje overal eigenlijk. En dan toch, hè, die beslissing, doe je hebben het uitgelegd. En Luc zegt net, jullie willen natuurlijk geen oma's aan de top worden. Snap ik ook allemaal. Ben je 29, word je oma aan de top genoemd, Josje. Maar word jij, dat verbaast mij het meest, dat jouw naam werd meteen, dat is jouw schuld. Het komt allemaal door jou. Ja, dat waren de krantenkoppen voordat we de persconferentie hadden gedaan. Ja, maar daarna ook. Daarna ook, de mensen vergeten dat niet. Kijk even mee. Ik ga natuurlijk heel vaak geconfronteerd worden met de vraag van ja, was het Josje die de boel heeft toen opblazen of waar ligt het aan? Het is wel zo dat Josje, denk ik, K3 toch wel ook als een opstap zag. Hè? Zowel acteren, zowel ook fotoshoots, model enzovoort. Dan komt daar ineens een vreemde eend in de bijt en die krijgt dan natuurlijk, wat wij natuurlijk, zo'n wurgcontract aangeboden. Kijk, €3.400 bruto per maand. Is natuurlijk voor heel... Nou ja, kijk, maar als je het vergelijkt met wat die andere meiden verdienen, dan krijg je op een gegeven moment binnen zo'n groep scheve verhoudingen. Goed, dus ik heb gehoord opstapje K3. Ik heb gehoord het salaris was eigenlijk niet goed genoeg. En wat er ook nog bij kwam, is dat het door je inmiddels ex-vriend kwam. Dus ja. Josje. Ja, de mensen zijn heel vindingrijk geweest. ik denk dat iedereen ook altijd wel op zoek is naar een zondebokje of zo. En dat ik ongelukkiger ben daarin. Ik weet het niet. Hoe was die periode? Want bedoel, jij bent erop aansproken, maar je zegt het is allemaal onzin. Ja. 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 Ja, weet je, zoiets beslis je niet één op de andere dag. Ook niet in je eentje. Het is gewoon heel, heel kort door de bocht, alles wat wordt geschreven. En ik kan dat wel ontkrachten, inderdaad. Wat is dan het echte verhaal, dames? Heb je de persconferentie niet gehoord? Nee, maar, ja, maar dat was het verhaal op de persconferentie. Maar dat is zo, en een maand later. Ja, we wisten dat dat ging gebeuren. Natuurlijk. Wat we ook zeiden op de persconferentie,
Ze gingen er sowieso altijd hun eigen verhaal nog achteraf aan, want dat zal wel niet waar geweest zijn. Ja. Sorry, maar... Dat was het. Dat was wat het is, ja. Ik denk dat wij vooral met z'n drieën, 16, 17 jaar bijna, echt terug kunnen kijken op een fantastisch avontuur. Weet je, ik was 7 toen ik schreef, ik wil zangeres worden, in een vriendenboekje. Al mijn dromen zijn echt uitgekomen. En met K3 had ik zo toch het gevoel van... ik ben K3 niet moe, nog niet, nooit... Ik hou van K3, dat is echt mijn kindje. Maar misschien ben ik wel voldaan. En moet je ook een beetje nadenken van... Als we nu nog 3 jaar verder zouden gaan en de zalen zitten minder vol... Wil je dat moment meemaken? En ik vind dat we dat nu echt met z'n allen goed beslist hebben. Van, we wachten niet op dat moment. We vinden het nu echt heel leuk om het aan 3 meisjes door te geven. Het is een super kans. Het is ook de enige talentenshow die echt een job in de aanbieding heeft. Ja. En wat voor een job. Dus ik kijk met een heel gelukkig gevoel terug. En als ik dan zo hoor over wurgcontracten, dan denk ik... Waar halen jullie het? Waar baseren jullie op? Dus ik kan me daar wel druk om maken. Ik vind dat... Ik word daar een beetje neidig over. Ja, omdat het zo'n mooi verhaal is. Laat het ons toch gewoon mooi afronden, doorgeven. Ja. En iedereen is blij. Dat is toch het is wel... ook typisch. Hè. Ze vragen ons al jaren wanneer gaan jullie stoppen en worden jullie niet te oud. En nu gaan we ermee stoppen en nu is het weer niet. Ja. Eigenlijk. Ja, dat is het wel eigenlijk. Maar tegelijkertijd, dat imago van K3, dat plezier wat jullie gegeven en gekregen hebben, dat gooi je nooit meer weg. Dat blijft aan je kleven. Of is dat helemaal niet erg, ook in het vervolg? Nu, jij zit straks in Wiki, de musical bijvoorbeeld. Ja. Heb je daar, denk je, later last van of juist helemaal niet? Ik zie dat niet als een last. Nee? Nee, omdat we er juist met zo'n fijn gevoel op terugkijken, super toffe tijd hebben gehad, zou ik niet weten waarom je dat van je af zou willen schudden. En voor jullie? Ik snapte je vraag niet. Nee, ik ben heel trots op K3 en ik zal het altijd blijven. Ik vind het vooral heel moeilijk om het los te laten. Ik vind dat echt nog wel een jaar van afscheid nemen, ook van je vaste fans. Er zijn heel veel fans die echt elk optreden opnieuw op die eerste rij zitten. Dus ik voelde me ook zo verantwoordelijk naar hen toe. Zo van, ik wil niemand verdrietig maken. Dus, heb je plannen, Karen? Of Christos? Ja, maar niks concreet. Ik plan eigenlijk in mijn mooie boek een wit blad. Ik vind het een fantastisch hoofdstuk om heel mooi af te sluiten. En we hebben 6 jaar heel hard gewerkt. Ja. Even chillen misschien. En ook in functie van K3 eigenlijk heel veel dingen gedaan. Dus ik vind het zalig om even na te denken van wat vind ik nu echt heel leuk? Waar wil ik nu echt mijn energie in steken en mee doorgaan? We kregen onlangs ook die vraag, hè. Zijn jullie niet bang voor het grote zwarte gat? Nee. En dan heeft Christa heel mooi geantwoord. Nee, we kijken uit naar het grote witte nieuwe blad. Ja. Dus ja, ik vind dat wel... Heb je ook? Heb je ook plannen in dat witte blad of is het ook leeg? Ik ben vooral van plan om het komende jaar nog heel erg te genieten van alles wat we doen. Ja. Niet dat ik dat de voorbije 16 jaar niet heb gedaan, maar ik denk dat ik dat nu veel bewuster zal doen. En intussen tijd nadenken. Waar wil ik naartoe? Wat wil ik nog allemaal gaan doen? En ik ben heel blij dat ik die stempel van K3, dat zal voor eeuwig mijn achternaam blijven. En ik ben er heel blij om. Ik zou het heel erg vinden als ik over een paar jaar misschien je soloalbum uitbreng en mensen vragen wie is die madame. Ja. Dus ik vind dat niet erg. Nee. En waarom nog een jaar verder? Want jullie gaan uiteindelijk ook nog met successen een tijdje op. Dus jullie gaan op zoek naar 3 nieuwe K3 vrouwen. Ja. Ja. En dan gaan jullie op een gegeven moment met z'n 6 nog even door. En vervolgens stappen jullie 3 eruit en dan gaan die andere nieuwe 3 gaan verder. Ja. Waarom nog? Want je afscheid is aangekondigd en dan nog een jaar door. Dus... Ja, maar dit is ook niet iets wat je zo van de een op de andere dag je rug toekeert. Je kan niet zeggen, nou, tabé, los het op, zoek het uit. Daar vinden wij het ook gewoon veel te leuk voor en veel te belangrijk voor om ook nauw betrokken te zijn met de 3 nieuwe meiden. En ook om ze niet direct aan hun lot over te laten. Het is best wel een dingetje natuurlijk op zo'n tournee gaan. En als ze daar ineens met z'n 3 staan, is dat misschien ook wel heel spannend. En nu kunnen we echt letterlijk de fakkel doorgeven. En, geen idee. Is het grappig? Nee, geen idee. Oh, dat zijn fans van jullie buiten. Oh, ja. Zie je wel, die bedoel ik dus. Ja, die zitten echt op de eerste rij mee te swingen. Dat zijn wel allemaal volwassen mannen, gek genoeg. Even nog, hè. Als je 17 jaar K3, kan je ontzettend talloze fragmenten opnoemen. Christel, Sportpaleis 2005. Ja. Waarom was dat bijzonder? Dat was heel bijzonder omdat dat mijn eerste optreden was als kerstverse mama. En omdat dat de eerste keer was dat ik echt kippenvel had tot op mijn billen.
Heb je dat eens gehad? dat is fantastisch. Op ja, maar bij ons zijn billen iets anders. Bovenbenen. Ja, ja. Oh! Ja, je weet wat daarom. Je weet wat ik bedoel. Kom, hè. Oh, dat zijn billen bovenbenen. Ja, bij ons gekke vragen. Ja. Oh, je ja. Wat? Ik zat te denken aan mijn poep. Ja, oké, dus Christel heeft de bovenbenen tot op de bovenbenen. Bovenbenen tot op de kippenvel tot op de billen en dat zijn de bovenbenen. Ja. Hier zijn Karen, Christel en Kathleen. Hier is Katrien. 1, 2, 3, zie jij wat ik zie? Hallo. 1, 2, 3, zie jij wat ik zie? In de wereld van Katrien. En weet je wat wij? Ja. Ah, leuk! Ja. Ah, even heel kort nog. Karin, jouw borst vooruit? Niet mijn borst, hè? Nee, maar wat? Borst vooruit. Borst ja. Vooruit? Ik vond dat een heel leuke videoclip. Omdat dat een mengeling was tussen zowat backstage beelden en het optreden is ook. Ik vond dat heel. Ja, ik vind dat een coole clip. Ah, dat vind ik ook een coole ster, ja. Ja. Een klein stukje van de coole clip. Kijk, ja. En als we dan toch zo mooi bezig zijn, Josje, de regenboogjurk. Ja, dat is het eerste waar ik aan denk als ik denk aan K3. Maar nu waarom? Lijkt het net alsof ik een videoclip moest kijken. Nee. Ja, dat is gewoon een beetje iconisch geworden of zo. Nog steeds na 6, 5 jaar, als we onze voorstellingen doen, dan is het meest geziene jurkje het regenboogjurkje. Het regenboog. Ik vind het bijna jammer dat we hem zelf nooit meer aandoen. Het regenboogjurkje. En Shari. Was dat je broer? Ja. Ah, kijk.